Hey jongens, yo, op de hoogschool gaat iedereen en dat iedereen een hele leuke dag heeft gehad. Het is alweer woensdag, we zijn op de helft van de week, dus nog eventjes 2 dagen volhouden en dan is weer lekker vrijdag, kunnen we weer lekker stappen, kunnen we weer lekker leuke dingen doen, een bioscoopje pakken. Anyway, dan is het weer weekend, dus dat is alleen maar mooi. Ik ben nu even die wedstrijd Olympiakos tegen Fiorentina aan het kijken, de finale van de Conference League. Echt wat een traag niveau zeg. En helemaal geen enkele actie lukt bij ze. Er zijn bijna geen aanvallen. Er zijn bijna geen kansen tot een doelpunt. Vreselijke wedstrijd. Echt een draak van een wedstrijd. Anyway, daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het even hebben over Sepp van den Berg. Sepp van den Berg is een 22-jarige rechtsback. Die in dienst is van Liverpool. Maar ontzettend veel verhuurtjes de afgelopen jaren. Naar Preston North End. En Schalke 04. En nu afgelopen seizoen is hij verhuurd aan Mainz 05. En Sepp van den Berg was altijd een heel groot talent. Heeft in het verleden ook bij Pek Zwolle gespeeld. En in 2019 ging hij echt heel verrassend naar Liverpool. Betaalde Liverpool 2 miljoen voor hem. Speelde bij Pek Zwolle. En Pek Zwolle had ook zoiets van 2 miljoen, dat is hartstikke veel voor onze club. Voor onze vereniging. Dus die verkochte Sepp van den Berg. En Sepp van den Berg werd echt gezien als een heel groot talent. En dat zelfs Liverpool zag dat, want hij was nog maar 16 jaar toen hij debuteerde bij Pek Zwolle in 2017. En hij heeft ontzettend veel indruk gemaakt. Hij heeft 22 goede wedstrijden gespeeld, veel in de basis gespeeld. En toen kwam hij bij Liverpool. En bij Liverpool heeft hij een paar keer in de FA Cup gespeeld, maar nooit een officiële wedstrijd in de competitie. Daardoor is hij heel vaak verhuurd, dus aan Preston North End, Schalke 04 en Mainz 05. En hij heeft afgelopen seizoen heeft hij ontzettend veel indruk gemaakt. Want hij speelt 33 wedstrijden bij Mainz 05. En heeft 3 doelpunten gescoord. En Mainz eindigde 13e in de Bundesliga. Waardoor ze lijf behoud hadden. Ze bleven in de competitie en degradeerden dus niet. En hoefde ook geen na-competitie te spelen. Dus hartstikke netjes. En daar had Sepp van den Berg echt een groot aandeel in. Waarom heb ik het over Sepp van den Berg? Nou, jullie weten dat ik van Ajax hou, ik ben een Ajaxiet. En Sepp van den Berg die staat in de belangstelling van Ajax. En ik denk dat Ajax een jonge rechtsback wel goed kan gebruiken. En ik denk dat het voor alle partijen een goede set zou zijn als hij naar Ajax gaat. Voor Sepp van den Berg, die kan zichzelf in de kijker bij Nederlands elftal spelen. Liverpool, die kan weer andere talenten kans geven. Want ook al gaat Matip vertrekken bij Liverpool. Maar ik weet wel zeker. Het is een beetje pessimistisch van mij. Maar ik denk dat Sepp van den Berg nooit echt gaat doorbreken bij Liverpool. Het is heel negatief, ik weet het. Maar bij Ajax heeft hij veel meer kansen. En we zoeken nou eenmaal een goede rechtsback nog bij Ajax. Dus het zou echt een toptransfer zijn. Dus het zou voor alle partijen zou het beste zijn. Want Sepp van den Berg kan hij weer minuten maken. En dat is veel beter dan elk jaar weer verhuurd worden. Je hebt weer een nieuwe bestemming. Je moet weer een beetje ritme krijgen. Je krijgt weer nieuwe teamgenoten. En het is wel lekker als je bijvoorbeeld even een paar jaar in Amsterdam kan voetballen bij Ajax. Maar wat is nou jongens, en daar ben ik een beetje boos over. Kijk, hij heeft nooit echt kans gekregen bij Liverpool. Hij heeft 2 miljoen gekost. Hij heeft Liverpool 2 miljoen gekost. Nou, dat is voor een talent is dat best wel goedkoop. En waar ik nou boos over ben, is dat Liverpool 23,5 miljoen vraagt voor Sepp van den Berg. Terwijl hij nooit heeft hij een officiële minuut gespeeld in de competitie voor Liverpool. En hij was een soort van reservespeler altijd bij Liverpool. En dan vraagt Liverpool toch de hoofdprijs voor Sepp van den Berg. En dat vind ik wel een vreselijke handelswijze, om eerlijk te zeggen. Eerlijk te zijn vind ik dat gewoon niet kunnen, not done. Want ik had eigenlijk verwacht toen ik, voordat ik het artikel las, dacht ik van Sepp van den Berg in de belangstelling van Ajax. Oké, nice. Die komt al voor 6 miljoen, 7 miljoen. En dan vraagt Liverpool gewoon de hoofdprijs, 23,5 miljoen. En ik ben heilig van overtuigd dat Ajax voor de laatste 10 jaar 800 miljoen aan spelers heeft verkocht. Dus dat ze 800 miljoen aan spelers heeft opgeleverd. En ik ben er nog steeds van overtuigd. Ook al zegt iedereen van Ajax heeft geen geld meer. Ajax heeft geen geld meer in het laadje. Dat Ajax nog wel een potje heeft. Dat moet wel. Ajax is gewoon een rijke club. Punt uit.
Ze hebben zoveel spelers verkocht. Van Frenkie de Jong tot Matthijs de Ligt tot David Neres. Tot Hakim Ziyech. Donny van der Beek. Noem het maar op. Ze hebben echt spelers. Anthony natuurlijk. Ze hebben spelers echt voor 50 tot 100 miljoen verkocht. Dus er moet heus nog wel wat geld in het laadje zitten. Dus ik denk dat Ajax Sepp van den Berg wel kan bekostigen. Dat ze dat wel kunnen betalen, 20,5 miljoen. Maar het is gewoon achterlijk dat Liverpool zoveel vraagt voor Sepp van den Berg. En met alle respect voor Sepp van den Berg, ik geloof echt dat hij een groot talent is. Ik geloof echt dat hij veel te bieden heeft voor Ajax. En ik geloof zelfs dat hij het geld waard is. Maar Ajax moet zeker geen 23,5 miljoen bieden. Hoogstens 15 miljoen. Ja, ik zou zelf, ik ben natuurlijk geen technisch directeur of algemeen directeur bij Ajax. Maar ik zou niet 23,5 miljoen voor Sepp van den Berg betalen. Alhoewel hij wel een goede match zou kunnen zijn met dit Ajax. En het zou echt voor alle partijen zou het goed zijn als Sepp van den Berg naar Ajax gaat. Want wij kunnen een rechtsback gebruiken. Sepp van den Berg kan eindelijk, hij heeft nog nooit een wedstrijd gespeeld in het Nederlands elftal. Kan zich eindelijk in de kijker spelen bij het Nederlands elftal. Liverpool kan weer een ander talent een kans geven. Ik vind het gewoon echt. Ik ben een beetje bozig dat Liverpool zoveel vraagt voor Sepp van den Berg. Ik denk bij mezelf van, hoe durf je? Want dus je hebt Sepp van den Berg, heb je vuurt aan Preston North End, Schalke 04 en Mainz 05. Je hebt nooit naar hem omgekeken. Je hebt hem alleen maar verhuurd. En als, of als reservespeler op de bank gezet. En je hebt alleen maar. Je hebt hem nog nooit een minuut gegund in de competitie, in de Premier League. En dan wel 23,5 miljoen vragen. Nou, dat vind ik gewoon gekke werk. Maar ja, anyway, ik snap dat Ajax interesse in hem heeft. En ik denk dat het heel goed kan zijn voor Ajax als ze Sepp van den Berg kopen. Zou de eerste transfer zijn, succesvolle transfer zijn van onder coach Farioli. En dat zou heel mooi zijn. Ik heb alle vertrouwen in dat Sepp van den Berg een toegevoegde waarde kan zijn voor dit Ajax. Dus maar 23,5 miljoen vind ik gewoon een beetje te veel van het goede. Maar anyway, Sepp van den Berg in de belangstelling van Ajax. Wat vinden jullie ervan? Wat zouden jullie zeggen? Zouden jullie blij worden van een transfer van Sepp van den Berg naar Ajax? Zouden jullie het Ajax aanraden om die transfer mogelijk te maken? Ik wel in ieder geval. Ik heb een goed gevoel bij. Sepp van den Berg, hij is ook lang. Hij is 1,92 meter. Bij PEC Zwolle heeft hij ongelooflijk goed gevoetbald. Bij Schalke 04, 2 jaar geleden, heeft hij maar 9 wedstrijden gespeeld in de Bundesliga. Maar nu bij Mainz heeft hij ongelooflijk veel minuten gemaakt. 33 wedstrijden gespeeld. Dus bijna alle wedstrijden in de competitie heeft hij gespeeld. En hij heeft gewoon fantastisch gedaan. En door hem is Mainz ook in de Bundesliga gebleven. Dus dan snap ik wel dat je interesse verdient van clubs als Ajax. Moet wel wat worden gezegd, jongens. Brentford, Southampton en Wolfsburg zijn ook, belangstellend voor de diensten van Sepp van den Berg. Dus die zijn ook, er zijn meerdere kapers op de kust. En er zijn dus Wolfsburg, Brentford en Southampton zijn ook staan ook in de rij voor Sepp van den Berg. Dus het wordt nog even spannend, het wordt nog even kielen. Maar Ajax, als ik Gardner moet geloven, wil Ajax echt alles aan doen om Sepp van den Berg te halen. Dus het zal alleen maar mooi zijn. Oké, jongens, bedankt voor het kijken van deze video. En tot bij de volgende. Laters, ciao ciao, doei.